Danny, gisteravond toen je ging slapen, droomde je ergens van een scenario zoals vandaag? Ja, daar dromen we al een paar weken van. Maar nee, het belangrijkste is gewoon zelf blijven winnen. En wat ik al vaker heb gezegd, op Katwijk hebben we geen invloed. Natuurlijk is het lekker dat zij vandaag verliezen. Maar nogmaals, je moet vooral met jezelf bezig zijn. En we moeten nu naar AFC uit. Dus dat wordt een belangrijke wedstrijd voor ons. We moeten denk ik niet te veel met Katwijk bezig zijn. Is dat lastig nu om even de kopjes weer op AFC te krijgen deze week? Nee, dat is niet lastig denk ik. Want ik bedoel, we weten nu helemaal waarvoor we spelen. Ook als Katwijk vandaag gewonnen had, dan had je daar moeten winnen. En dat moet nu ook. Alleen voor Katwijk is de druk wel toegenomen. Want ja, als die punten verspelen zaterdag, of in ieder geval als het gat nog steeds 3 is, dan komen ze hier naartoe in de wetenschap dat ze een heel jaar bovenaan hebben gestaan. Maar uiteindelijk gaat het erom wij naar 34 wedstrijden staat. Maar nogmaals, wij moeten ons niet rijk rekenen nu. Hier mag je wel even van genieten. Want het was een zwaar bevochten overwinning vandaag. Wel een verdiende. Gezien de kansenverhouding. Maar je moet ons gaan richten op AFC. Ja, wat je zegt, even over de wedstrijd. Gezien de kansenverhouding is de overwinning dik terecht. Maar de laatste kwartier werd het enorm binnenklijpen. Ja, ik vond sowieso de tweede helft hadden we het lastig. IJsselmeervogels deed het goed. Stonden goed georganiseerd. Alleen de kansenverhouding waren wel gewoon volledig in ons voordeel. Hè. Ik denk dat we de eerste helft, dat zij één grote kans hebben gehad. Maar wij gewoon 3 of 4. Die keeper tikte nog 1 uit via de lat of de paal. Anders dan kom je al op 2-0 voor rust. En eigenlijk in de tweede helft zonder heel goed te voetballen, wat ook de verdienste was van de Vogels, krijgen we wel 3-4 hele grote kansen vrij in de 16. Ja, dan moet je eigenlijk de 2-0 maken, dat doe je niet. Ja, dan blijven zij er vol voor gaan, dat hebben ze ook gedaan. En dan krijgen ze toch 1 hele grote kans met Powell, geloof ik, die hem voorlangs schiet. Ja, dat kan dan zomaar 1-1 worden, sorry. Dat was qua veldspel misschien was het wel terecht, want ik vond de eerste helft in ons voordeel en de tweede helft misschien wat voor hun. Maar qua kansenverhouding was het totaal niet terecht geweest, want dan hebben wij gewoon verdiend gewonnen. Ja, verdiend gewonnen en nu op naar 2 hele hete weekjes. Ja, dat ligt eraan. De tweede week wordt pas heet als je de eerste week goed afrondt. Dus het is sowieso wel heet, ja, met dit weer. Maar ik weet niet wat volgende week voor weer is. Nee, we moeten ons op AFC richten. En als we dat goed doen, dan hebben we misschien nog hier een mooie afsluiting. Yes, dankjewel. Danny Buijs, zelf winnen en Katwijk zien verliezen, dat scenario waar je vooraf wordt getekend. Ja, van dat scenario dromen we al een paar weken. Al hebben we het zelf ook een paar keer laten liggen in de laatste weken. In ieder geval niet in de laatste 3, maar daarvoor. Maar oké, nu laat Katwijk een keer een steek vallen. Maar nogmaals, volgens mij staan zij nog 3 punten voor. Dus betekent voor ons dat niks verandert aan volgende week. Daar hadden we sowieso moeten winnen en dat geldt nu nog steeds. We zagen net uitbundige taferelen toen jullie die laatste seconde bij Katwijk zagen verstrijken. Waar ben je nou meer vreugdevol over? Over de eigen overwinning of over het feit dat Katwijk punten morst? Ja, ik heb niet zo vreugdevol staan dansen, maar die ontlading bij anderen was wel groot. Maar dat is logisch denk ik. Hè. Je hebt al een paar keer in dit seizoen gehad dat zij in de laatste minuten de punten pakten. In de hoop dat je dichterbij kon komen. Ja, je moet vooral vandaag blij zijn met je eigen overwinning, want daar heb je invloed op. Ik vind ook dat het een terechte overwinning was. Maar oké, als je dan hoort na de wedstrijd dat Katwijk verliest uit bij Tech, ja. Dan snap ik wel dat dat wat extra emoties losmaakt. Hoeveel groter maakt het jullie kans op het kampioenschap? Ja, veel groter. Want als je 6 punten had achtergestaan met nog 2 wedstrijden, dan hadden we geen invloed meer. Dan waren we echt volledig afhankelijk van Katwijk. En nu heb je het gewoon in eigen hand. Want als wij zaterdag winnen bij AFC, wat we eerst nog wel moeten gaan doen, dan heb je het hier thuis in eigen hand. Want als je dan wint, ga je over Katwijk heen. Wat voor gevoel heb je erbij? Een lekker gevoel, want ik was een beetje bang als het de laatste 2-3 wedstrijden van het seizoen nergens meer om gaat. Ja, weet je, dan moet je gaan trainen en je speelt nergens meer voor. En ja, voor de eer en misschien voor de premie voor sommigen. Maar zolang er echt wat op het spel staat, ja, dat is het leukste. Hè? De emotie vandaag, ook op het eind. Je had de wedstrijd al kunnen beslissen. Hè? En dan blijft toch die emotie bij iedereen van, hoe gaat het nog 1-1 worden? En nu bij Tech Katwijk hetzelfde. Dat is leuk aan voetbal. Het zou wel gek zijn hè? Als Katwijk het hele jaar bovenaan heeft gestaan, dat jullie aan het eind van de rit met de schaal omhoog mogen. Ja, in die zin, het zou niet gek zijn, want uiteindelijk wie na 34 wedstrijden bovenaan staat, is over het hele seizoen de beste. En nogmaals, voor Katwijk zal dat wel zuur zijn als je een heel jaar bovenaan staat. Alleen, nogmaals, gaat er om wij na 34 wedstrijden staat en niet na 10 of na 12. Jullie zijn nog lang niet uitgeschakeld? Nee, en als we zaterdag winnen, dan hebben we alles in eigen hand.